Kortebeke ligt dicht bij de Hollandse grens. En in het midden van ons dorp staat de kerk, een schone Vlaamse kerk. En typisch aan Waalbeke is dat er vele mensen een bijnaam hebben. Zo heb je de Luc Leffe, die drinkt graag Leffe. En zo is er ook de Willy, en die noemen ze Willy Slipschijven. Maar ja, over een jaar of tien kwam Meerdonk hier spelen. Meerdonk. En die keeper die kwam in de holle voor het oefenen. En hij steekt zijn hand naar hem en hij zegt, die holle is te klein. Die holle was te liegen. Te laag, hè. Zie dus, als een holle moet een speling naar van 2,39 meter naar 2,44 meter. Ze zitten daarboven en sturen. Dat is 2,45 meter sturen. En ze moet 2,38 meter zitten, een centimeter te klein. Dat moet correct zijn, want anders wordt er niet gespeeld. Daarmee hebben we er een oplossing voor gezocht en ik ben op een idee gekomen voor ze deur te slapen en een stuk tussen te steken van 12 centimeter. Daarmee heb ik de omslaapschaven in Waterbeek. Zie dus. Ah ja, ja. En in de wijk woont André Lawijt. Oh, dat is lekker, hè? Want die roept veel. Is dat toch goed? Zijn jij het niet lekker, misschien? Het is een arbeidmaker, hè? Als hij met zich roepen. En hij weet het zelf niet. Dat er zo luid spreekt. Het systeem is zelfs aan overal dat hard roepen. Maar ik weet het niet wat dat eigenlijk is. Roep ik het hele dag en om een duur. Zat ik, dat is echt. Hé, probeer ik wat tel voor hem. Zeg, ik kuur mezelf niet. Ja, weet je. Want je gaat dat niet. Zit een beetje in de familie. Dat je een beetje. Ik heb drie zusters. En die roepen ook allemaal als je. En daarmee ben je dat een beetje een familie. Hoe noem je dat? Ziekte. Een hersenensysteem. Dat zou er iets vroeger op. Dat zou er iets vroeger als je nog denken door. Maar je zal het niet weten. Je hebt een jonkje in de mijn. Zes. En dan moet je op zo'n doeken dat trouwt altijd roepen wat er verkocht wordt. En dat wordt dat meer uit. En daarmee pijs ik dat een beetje aan hebben, een beetje roepen, hè. Dat pijs ik, maar anders weet ik het niet. Ja.